Maar dan kom je toch op een eiland. Moet je eens kijken. Ja, prachtig. Dit is toch werkelijk, hier wil toch iedereen zijn. Leuk dat u weer kijkt. Rondreizen TV met Lucile Werner. We sluiten de week af. Jammer genoeg, want we hebben hele mooie verhalen van nou, je gehoord. Ja, was leuk. En nu gaan we naar de tropen, zou ik willen zeggen. In ieder geval lekker warm. Want? Nou, Ron, ik ga jou trakteren op Mauritius. Ach, prachtig. Daar word je blij van, hè? Ja, daar word ik heel blij van, ja. Wat, kijk, de reis naartoe vind ik een verschrikking. Ja. Want het is echt behoorlijk lang vliegen. Ja. Maar goed, het tijdverschil is klein. De kleur van die zee altijd daar. Hè? Dat ongekend. Is ongekend. En dan dat witte zand erbij. Ja, het is heerlijk, hè? Fantastisch. Dit was echt de eerste, tropische, warme zomervakantie met Angel. Ja. En ik dacht, ja, ik pak een beetje uit. We gaan naar Mauritius. En, we hadden een heel mooi hotel. Le Tour et Roc heette dat. Het zijn allemaal resorts, hè, resorts volgens mij. Meer. Hè? Je hebt dan ook nog wel eens van die privé-villetjes. Dat hadden we dan niet. We hadden wel een kamer. Gewoon echt oceanfront. Weet je wel? Dat je gewoon 's avonds ligt die kleine op bed. En wij zitten gewoon buiten. Op je terrasje. En je hoort de zee, want je ziet het dan natuurlijk niet 's nachts. En je zit ook nog eens een keer tegelijkertijd tussen die palmbomen. Fantastisch. En we gingen ook met enige regelmaat met een bootje naar een eilandje. Dat is dit eilandje waar je ons hier ziet. Ja, joh, weet je, ik kan echt iedereen Mauritius een keertje aanraden. En het hoeft ook absoluut niet duur te zijn. Want die mensen denken met Mauritius weer van, oh ja, jongens, dat kost me toch weer een partij. Ja, dat gevoel heb je wel. Ja. Dat heb je wel, maar ik denk dat de Malediven, dat die echt kostbaarder zijn dan Mauritius. Dit is eigenlijk op zich nog best nog wel redelijk te doen. Maar ja, joh, alles is daar lekker. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel fruit gegeten als daar. En alles wil je dan ook proberen. Nou, hier heb je dan die kokosnoot. Ja, het is gewoon zo'n enorme tractatie om op zo'n mooi eiland te zijn. Je kunt wel weer wat minder, vind ik, want je blijft wel een beetje resort gebonden. Wil ik net vragen, ja. Ga je dan het eiland bekijken ook? Ga je erop uit of zit je een week op je resort? Ja, maar dat komt denk ik toch omdat je een kind hebt. Hm. En die vindt in een auto zitten en even rondkijken saai. Ja. Die wil eigenlijk gewoon met zijn bandjes hier in het zwembad duiken. Ja, ja. Dus je zoekt altijd een beetje een compromis tussen jezelf en je man en die kleine jongen. Want je wil het natuurlijk zelf, als je zo'n reis maar ook een beetje leuk hebben. Dus ja, je kon bij dit resort gewoon ongelooflijk veel doen. Je pakt wel een keertje een auto en je gaat er even tussenuit. Nou, daar had je dan ook nog de mogelijkheid om met een boot naar een eilandje toe te gaan. Maar ja, Ron, alles is daar mooi, wat je ziet. Je hebt ook niet meer nodig, bedoel je? Je hebt echt niet meer nodig. Je bent al zo verwend dat je er überhaupt zit. En zo'n stortregen die ook nog eens een keertje af en toe over je uit... Weet je, die ploft dan zo neer op je hoofd. Dat je moet rennen eventjes voor beschutting. Omdat je denkt van, jeetje, dit is wel een enorme regenbui. Dat wou ik nog vragen, ja. Want je denkt eigenlijk Mauritius, hè, dat ligt daar in die oceaan. En dat is natuurlijk prachtig weer. Maar het kan heel grillig zijn. Ja? Ja, het kan. We hadden echt een dag dat je echt dacht van, nou, het begint nu zo hard te kletteren en te regenen. Dan kan ik zo'n eiland wel even beangstigend vinden. Hmm. En heel hard waaien. Hmm. En dat komt zomaar uit het niets? Dat komt echt serieus zomaar uit het niets. En dan is het na een half uur, komt die zon weer. En heb je een strak blauwe hemel. En dan lig je weer heerlijk aan het strand te genieten. Dus het is wel, ja, je hebt natuurlijk ook wel die orkanen natuurlijk ook met enige regelmaat. Ik wil niet zeggen dat ze nou per se daar in Mauritius zijn, maar het kan ook wel het gebied zijn. Maar wanneer zat je er? Iets nog daarvoor hoor. Volgens mij was het april. Oké. Okay. Ja. En lees jij je dan in ook wat bijvoorbeeld het weer betreft of dat soort dingen? Nou, eigenlijk, nee. Kijk, om de reden wat jij zegt. Je denkt van, het is altijd mooi daar. Het is altijd mooi. Maar dat is niet zo. Nee, dat kan soms. En dan denk je, ik heb eigenlijk helemaal niets meegenomen. Iets met een lange mouw of zo. Nee, het is allemaal hemdjes en dingetjes. Maar ja, je zegt het nu. Eigenlijk moet je ook soms wel eens wat beter inlichten ook, voordat je naar dit soort eilanden gaat. Ja. En natuurlijk zijn ze over het algemeen altijd warm. Maar het kan echt absoluut spoken. En ineens een heel ander weer zijn. Ja. Als je nou daarnaar kijkt, hè, naar zo'n eiland met al dat soort heerlijke luxe, die resorts waar je alles hebt en zo. Wat, wat,
Wat voor, staat er voor jou dan het meeste uit? Zou je dit nog een keer doen? Is dat het? Nee, weet je waar ik eigenlijk het allermeeste van hou, Ron? Ik hou wel van de tropen. En ik hou ook van Azië. Ik vind dat heerlijk om heen te gaan. Maar het mooiste vind ik het toch om dan ergens op een plek te zijn waar je veel hout ziet, maar waar ik niet koel gehouden word door een airco. Dus dat die wind gewoon lekker tussen de kiertjes briest en je zo'n ventilatortje in je kamer hebt. Maar wel dat je uit je kamer komt en je echt vergaapt aan het uitzicht wat je hebt. En de geur ruikt van het land. De kretek-sigaretten bijvoorbeeld in Indonesië. Ja, die kruidnagel, die geuren. Ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Ja. Ik voel nog een paar mooie vakanties aankomen. Ja, dat voel ik ook. Ik moet je eerlijk zeggen dat dat als ik nu denk van waar zou ik mijn volgende vakantie willen doorbrengen, dan zou het wel in de winter zijn. En dan denk ik dat ik voor Thailand ga kiezen. Er zijn van die nieuwe eilandjes. Help me even. Koa Lipu of zoiets dergelijks. Ja, klinkt als. Ja, waar je gewoon echt nog die hutjes hebt zoals hutjes zijn. Gewoon heel erg basic. En, maar wel met die prachtige natuur. Als je nou ter afsluiting kijkt naar jouw absolute bucketlist, wat staat er dan op nummer 1? Om nog naartoe te gaan of wat ik heb gedaan? Nee, om toe te gaan. Hè? Nou, ik zou heel graag Bulgarije leren kennen. Hm. Omdat mijn zoontje daar vandaan komt. Ja. Dat is één. Maar ook waar ik 7 jaar heb gewoond, Colombia. Als kind? Terug. Ja, ik heb als kind in Colombia gewoond. En Colombia is zo'n prachtig mooi land. Mijn moeder die werd 75. En toen zijn wij teruggegaan naar Colombia na al die jaren. Het is een magnifiek land. Dus Bulgarije en Colombia, dat zit er wel aan te komen. Mooi zo. Dan hoop ik dat je daar snel naartoe gaat. Ik hoop het ook. En wij nemen weer afscheid van u. Jammer genoeg, we hebben een prachtige week gehad met Lucille Werner. En ik hoop u volgende week weer te treffen bij Ron Reizen TV.